Hoi. Ik wil dit hele rekje gewoon eigenlijk hebben. Like, yes. Dit is normally me cooking. Gewoon een briefje in. Met Duitse tekst. Het is december, de kerst komt eraan. Ik heb gezellig de kerstboom al staan. Heb je er zin in, net als ik? Kijk dan verder een ogenblik. Wil je een maand vol gezelligheid? Kijk deze vlog pas, je krijgt geen spijt. Wat meer kan ik doen? Kerst is echt wel mijn seizoen. Hi! Goedemorgen jongens, het is 2 december. Maar ik ga vandaag lekker de stad in. Heerlijk, even lekker naar de Bijenkorf kerstcollectie bekijken. Ik ben even langs bij het vintage voor kleding. En ga lekker lunchen, denk ik. Stad, dus nu even douchen en dan... Lekker de stad in! Goedemorgen. Goedemorgen. Zin om de stad heen te gaan? Yeah. Kerststukje van de dag. Deze heerlijke kerstrij, jongens, van Baans Vintage. Broek van Mandy overgenomen. Happy socks met hartjes erop. Uit Rome zijn deze lovers. En ja, jongens, jullie kennen deze echt inmiddels droom. Maar ik ga zo goed op die kleuterloosje. Echt, dit is echt een kerstlookje. Die trui is zo kerstlove. Het zit natuurlijk ook in de vlogmas intro. Ja. We moeten door de ergste winkelstraat van Nederland, de Kalverstraat. Maar we willen onderweg naar lunch naar mijn favoriete plekje, Stadspaleis. Ik ga misschien voor de BLT of de hoisin, grilled chicken, avocado, turmeric, mayo of gewoon ham en kaas. Slijt lek op ham, gouda, mustard. Oh ja, een BLT. Ik wist het gewoon, ik wist het. Maar dan heb ik wat anders kunnen van elkaar delen, ja? Maybe. Oh my god, looking good. Hoe is die jou? Ziet er heel goed uit. Wauw, echt veel ook. Nou, dat was echt lekker. Dat is zo gezellig knus daar, zo rond die... Rond het vuurtje. Rond het kacheltje, ja. Eigenlijk heel onhandig eten, want er is nergens plek en je zit altijd boven elkaar. Maar het is, dat maakt het ook wel weer heel leuk. Ja, kerstafdeling van de Bijenkorf. Het is wel echt zo druk weer hier. Echt. Kijk nou jongens, hier word je toch blij van. Zo'n tafel, wat heerlijk. Ze hebben allemaal ballen met een Bijenkorf erop, maar dat... Je gaat toch geen reclame in je boom hangen? Het zijn op zich wel leuk, hè, maar wat ik wel leuk vind is deze. Dat is de enige die ik nog leuk zou vinden voor in de boom. Maar de rest is gewoon reclame, toch? Oh my god, deze is echt geweldig. Kijk nou. En maar 5 euro, my god. Oh. Echt heel leuk deze. Kijk, ons verlovingsmoment. De Eiffeltoren. Leuk voor in de boom. 17 euro, echt wauw. Als je toch denken gaat uitrekenen wat allemaal in zo'n boom hangt al, dan is het echt een fortuin. Wow. Maar we dus volgend jaar weer terug naar zilver-wit, want we hebben nu 2 jaar kleur gedaan. Dus dan gaan we niet weer terugkomen in, als het uitverkoop is, na kerst. Dan kunnen we alle leuke ballen nog even kopen op een koptikken. Oh my god, kijk hoe cute. Wat is dit? Is het een soort van kat? Katje. En deze, die hebben ook in het groot staan, heel leuk. En? Ik zag net nog dit. Ja, oh, ik ga hier heel goed op, jongens. Kijk, deze libelles. Kijk nou. Dit is toch fantastisch? Het is echt een leuke piek. Heel leuk. Al deze fruitstukken. Kijk hoe leuk. Oh my god. En die bananen hier. Oh. Ik wil dit hele rekje gewoon eigenlijk hebben. Like, yes. Oké, als Sabine Staartjes een bal was, dan was het deze. Oh my god. Maar echt wel leuk ook, die zijn ook leuk. Insane.
Kijk, dat was cute, de H&M Home afdeling. Kijk er boven. Ik kan me ook niet meer heugen wanneer ik voor het laatst in H&M ben geweest, maar ik... echt heel lang geleden. Volgens mij nog voor ik vlogde überhaupt. Dat is 2 jaar geleden. Het gaat altijd heel goed op dit soort bakjes en dingetjes en dit. Maar ik heb echt, mijn hele kaptafel staat er al vol mee. Geen plek meer. Hi. Bij kerstballen is het wel echt saai. Dit is alles, jongens. Nou, Michael heeft er allemaal opgehouden. Oké, jongens, ik ga weer helemaal los. Kijk mijn arm. En kijk, ik ga dit niet dragen, want het is echt een jurkje. Maar jongens, als je wat aan wil voor oud en nieuw, dit is toch echt de bom. Kijk, met die strikker op. Dit is toch fantastisch. Kijk nou. Oh, echt. Nou, weet je wat? Ik ga hem alsnog gewoon passen. Like, ik wil dit. Die strik is zo leuk. Oké, kijk. Deze faux fur jas, jongens. Heerlijk. En ik voel het altijd in de zakken. En er zit dus gewoon een briefje in. Met Duitse tekst. Hier. Om de kleins voor madame Wilma Koens. Weet ik veel. Maar dat is toch grappig, jongens. Gestuurd. Het is van een Duits oud dametje geweest, bedenk ik me dan altijd. Kijk nou jongens. Dit shirtje, oh my god. Ja. Nou schat. Lekker bezig toch nog? Lekker bezig hoor. Ik vind het wel tijd voor een hapje. Hapje en drankie. We zijn dus nog nooit bij de foodplaza geweest en Magna Plaza, dat is nieuw. Daar gaan we bovenin. Dus dat gaan we nu even doen. Kijk, op de bovenste verdieping zitten dus allemaal van die kleine restaurantjes van allemaal verschillende keukens. En ik wilde nog heel graag dim sum. En toen stonden we in de rij en toen zei die guy gewoon, we're closed, want we hebben te veel bestellingen. En toen moesten we gewoon dicht aan. Maar dan ben ik echt zo iemand die dan niks anders meer wilde, wil ik weer nog een dim sum. Ik wilde een cocktail en die cocktail hoort ook dicht. Dus nou. Geen succes, dus we gaan nu even boodschappen doen denk ik bij de Albert Heijn en dan zoeghouden, lekker pannenkoeken bakken. Voor mijn moppie. Home sweet home. Home sweet homo. Cheers honey. Ik ga zo pannenkoeken voor je bakken. Even eerst Outlander kijken. Oké, dit is echt zo'n verslavende serie jongens. We zijn zo gerust weer. Het is nu 6:30, we zijn gewoon 2 uur verder. Ik hoop dat ik nu nog kan koken, maar ik heb geen zin in. Wat? Let's go, pannenkoekjes. Oké, wie herkent dit dat je eerst al de hele keuken moet opruimen voordat je überhaupt kan koken? Dit hebben we niet dagelijks, het is ook heel vaak gewoon wel schoon, maar... Boeja! Dit is normally me cooking. Gaat op zich wel goed? Hey. Schattige kleine pak koekjes met spek. En normaal heb ik dan daar nog een soort van glaasje wijn bij, maar dat doen we vanavond even niet, want we hebben al een flesje kava gedronken, dus daar houden we bij. We doen nu een theetje. Gezond theetje. Theetje met mijn secretje. En heb ik lekker gekookt. Heerlijk gekookt, Bobby. Pannenkoek! It's my turn. Adventkalender tijd, dag 2. De tweede dag is dat je snoepen mag. Chocolaatjes waarvan jij houdt, steelt jouw tong van goud. Mijn gouden keeltje. Is het dit? Misschien. Maar ik wil je in ieder geval niet laten zoeken. Komt nog. Oh, after eight. Nice. Ja, ik ga echt heel goed op after eight. Weet ik. Thank you. En dat was ook meteen dag 2, jongens. Die zit erop. We hebben het gedaan. Het klinkt alsof het een hele lange dag was, maar het was op zich ook wel een het was wel een leuke dag vandaag, man. Ja, gewoon. Dus jongens, vergeet niet om een selfie in te sturen op je Instagram feed om in de eindkort te komen. Ik weet misschien dat het voor jullie misschien nog een beetje vroeg is voor... een kerstboom en kerstdingen, dus het mag ook een kerstmuts zijn of een kerstmok of iets wat met kerst te maken heeft, mag je op je feed plaatsen, mij taggen, hashtag selfie erbij en dan krijg je een kerstkaart toegestuurd. Dus doe dat gezellig. Het is geen moeten, het is een mogen. Doei! Koes, koes! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish